Vierdaagse feesten is in grote geldnood. Dat kopte dagblad De Gelderlander afgelopen week. De stichting achter de Vierdaagse feesten zou ook komend jaar weer een enorm gat in de begroting hebben. Toch ligt het wel even wat genuanceerder, reageerde de Vierdaagse feesten hierop. Hoe staat het er nu echt voor met het grootste evenement van Nijmegen? En wat gaat de gemeente doen als het inderdaad een keer goed misgaat? Nou, dat ligt niet voor de hand dat de gemeente nu in eerste instantie iets financieel gaat doen. De Vierdaagse feest heeft een hartstikke gezonde begroting, zeggen ze ook zelf. Ja, dat is denk ik allemaal wel een klein beetje overdreven. Het klopt dat de financiële vooruitzichten voor de stichting niet heel positief zijn. Maar we hebben nog een stukje eigen vermogen wat we kunnen aanwenden. En we zijn ook constructief in gesprek met allerlei partijen om te kijken hoe we dit oplossen. Burgemeester Bruls wijkt af van eventuele financiële tegemoetkomingen. Ik vind het dus totaal niet voor de hand liggen. De kosten nog lager dan die 1 euro, dan wordt het 0 euro. Dat zal ze niet helpen dus. En de subsidie is al enkele tonnen, 1/3 van hun begroting. Daarnaast heeft de gemeente nog een heleboel kosten die ze helemaal niet doorberekent. Denk alles wat we doen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Dat wordt echt niet allemaal betaald door de feesten. Nee, dat vind ik echt te ver gegrepen. Dat vindt de Vierdaagse feesten trouwens zelf ook. Zeg maar, dit jaar viel de sponsoring een stukje tegen. Hebben we daar niet het budget gehaald wat we moesten halen. En dat betekent dat je eigenlijk dat meteen voelt in de... in de totale realisatie van het evenement. En zijn we ongeveer inderdaad een ton in de min gegaan. Dus het is redelijk verklaarbaar. Of je ziet het redelijk aankomen als door het jaar heen de sponsoring niet wordt wat het moet zijn. En dat is wel een groot risico voor ons. Want die sponsoring is natuurlijk ieder jaar best wel wisselend. En je weet niet precies waar je aan toe bent. Bruls verstaat het belang van de feesten en is bereid ver te gaan voor de instandhouding daarvan. Vierdaagse feesten zijn van enorm belang voor de stad. Samen met de Marsen is het grootste evenement van de stad. Als je enquêtes onder Nederlanders volgt, waar ken je Nijmegen van, dan is dit wat met stip bovenaan staat. Heel veel mensen beleven er enorm veel plezier aan. Het is daarnaast voor behoorlijk wat organisatoren en horecamensen een belangrijke bron van verdiensten. Dus het heeft ook heel veel economische betekenis. Dus natuurlijk zijn wij bereid om daar heel ver te gaan om de feesten te behouden. Maar één ding, daar zijn de feesten en de gemeenschap in ieder geval over eens. Er zal een verandering moeten gaan optreden. Je kunt niet blijven verwachten dat je een gratis toegankelijk feest kunt blijven houden met steeds maar stijgende kosten en eisen en ook wensen vanuit het publiek. Ik bedoel, als je ziet hoe de feesten 30 jaar geleden waren, ook qua artiesten en optredens, ja, daar is ook wel een sprong in gemaakt. Er zijn ook dingen veranderd. Ik wil niet zeggen dat we terug moeten naar 30 jaar om de tijd, maar dat zijn keuzes die niet zozeer het gemeentebestuur heeft gemaakt, maar de organisatoren zelf. En dat hele brede palet moet je in ogenschouw nemen.